Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Dat hoor je hier. En economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up to date. Diaspora Talk. Jerry met Frans Pinas. Nou, ik heb contact gezocht en ook nog gevonden met een artiest. Deze man is niet alleen artiest, hij is ondernemer en ook filantroop. Dat wil zeggen dat die man ook heel veel goede dingen doet voor Suriname en de rest van de wereld. Hij is een artiest. Ik praat zo met hem live met hem hier. Dit is een nummer van hem, hij heeft hem uitgebracht. En believe it or not, dat is een hit nu in de Caribbean. In Jamaica, in Trinidad, in Canada, in Amerika. In Guyana, Frans Guyana en in Suriname, Afrika praat ik niet over voorlopig. Maar in Suriname is hij ook nu al een hit, een sensatie. Het is al een serieus programma, we praten hier met alles en iedereen en ik ga nu contact zoeken met deze artiest, deze filantroop. Hij doet heel veel charity, goede doelen, ondersteunt hij. Ik praat nu met Maglon Del Ponte Chardin González. Heb ik die naam goed uitgesproken? Nee, niet echt. Die man in boy, die lewanere. Wat is je naam, boy? Eén en de laatste keer. Maglon, dat is je voornaam en familienaam. Dat is Maglon Guido Dohini González Chardin de la Ponte. Joma. Luister nou, ik praat vaak met meneer Cleo González van Palo van Coroni. Ken je die? Ja, dat is mijn oom. Oké, iedere keer als ik met hem praat hier op de radio, zeg ik van meneer, ik vind je naam mooi. Het is González del Ponte, ja? González Chardin del Ponte. González Chardin del Ponte. Ben je Surinaams? Ja, volbloed Surinaams. 100%? 100% Surinaams. Oké, man, ik heb van jou gehoord. In Suriname hoor ik, via Suriname en buiten Suriname hoor ik je nummers. En ik ben erachter gekomen dat you Abstena Roots. Vertel me even, wie ben je eigenlijk, man? Je bent nu live op de radio in Diaspora Talk. En nu luisteren 80.000 mensen. Straks gaat de hele wereld rond op YouTube. Wie ben je eigenlijk? Ja, ik ben zoon van Louise González. Die is geboren in Coroni. Daar ben ik ook heel veel opgevoed. Buiten mijn opvoeding in Paramaribo. Zoon van Guno Bundel. Ja, neefje van Basharanki. En ja, nu woonbaar in Nederland. En ja, artiest, entrepreneur, noem maar op. Ja, ja. Ik heb jouw nummers gehoord, Oreo, en ik hoor iemand zeggen, het is een straanboy die dat zingt. Zing jij het nummer of je naar playback? De hele kagamere, op de radio. Nee, nou, dat is ik zing het. Ja, waarom zing je geen Suraans? Vind je een straanboy toch zien, man? Wat een toontje je met koeien of vier toch? ik vind dat er genoeg talenten zijn in Suriname, mm-hmm. die al Surinaams... die Surinaams zingen. En eerlijk gezegd, ze doen hun ding. Ik respecteer het ook. Er moeten artiesten zijn die het doen. Maar ik ben op muziekgebied denk ik ook meer ondernemend. En ik wil ook heel veel mensen helpen. En als ik dat wil doen, moet ik verder dan waarmee zou ik sneller kunnen bereiken of waarmee word ik eerder populair of waarmee trek ik meer de aandacht in eigen land, snap je? Als ik hem doe in het Engels, waar ik denk dat ik goed in ben, dan kan ik ook bepaalde grenzen mee bereiken, snap je? Oversteken, dus dan kan ik dan kan ik heel veel meer genereren op internationaal niveau, dus ook heel veel meer inkomen wat muziek betreft, omdat je luisteraars die kring wordt groter omdat je internationaal en als je daadwerkelijk wil helpen,
en daadwerkelijk goed wil ondernemen en groot, ja, dan moet je even een stapje verder, hè. En daarom Engels. Ik kreeg, je wil het niet geloven, maar ik kreeg een app uit Jamaica van een gerenommeerd journalist van CVM TV. Dat is het televisieprogramma dat on stage maakt, Wilford Winfrey. En die stuurde me een app van, ken je deze man? Hij heet Lil Q, hij zingt Oreo en hij heeft Surinaamse roots en hij woont in Nederland. Ik denk, hè? Hoe komt het dat je in Jamaica doorbreekt terwijl breek door in Holland, dan naar Suriname. Hoe kan het nou? Wat is jouw band met Jamaica? Ik denk dat het. Ik ben. Je valt weg. Beetje een. Het geluid is niet goed. Ben je die telefoon beter horen? Van tegenaren van zo'n stijl, ga erkennen van hé, je doet het goed. En dat is wat ik heb gedaan. Daarom heb ik eerst geopereerd vanuit Jamaica. Genoeg gecomplimenteerd. Nu gaan we richting de wereld. Ik kon ook beginnen in mijn land, maar dan waren misschien de complimenten niet helemaal terecht, omdat het niet onze cultuur is. Dus ik moest het eerst gaan halen in Jamaica om de wereld mee te gaan veroveren. Dat is een beetje de instelling geweest. Mm-hmm. Dus je denkt van, joh, via Jamaica bereik je Reggie Holland bijvoorbeeld makkelijker? Ja, een voorbeeld. Ja. Hey, maar je hebt nu een nummer uitgebracht. Ik ken twee nu. Eén met een hele bekende Jamaicaanse selector. Dat is een DJ die heet Boom Boom. De Bounce. Die staat ook in hitlijst in Jamaica. In Miami, New York heb ik het gezien. En je hebt ook een single uitgebracht van jezelf. Daar zing je solo op. Dat heet Oreo. Dat is heel goed in Suriname. Waar sta jij nu? Wat kunnen wij nog meer van jou verwachten? Artiest, heel veel meer, man. Ja? Bijvoorbeeld, uh-huh. Ja, het is moeilijk mezelf uit te leggen, maar als ik al eenmaal aan iets begin, dan op binnen heel korte tijd, dan gaat het heel snel, maakt niet uit wat ik zou doen. Het groeit heel snel. En wat we nu al hebben liggen, voor iemand die niet eenmaal 24 uur bezig is met muziek, dan heb ik zeker de nummers die ik heb liggen is voor artiesten die elke dag bezig zijn met muziek. 10 jaar. Ze hebben zeker 10 jaar studiotijd voor nodig. Ik heb iets van 200 liedjes. Ik heb van liedjes die nu uit zijn, hebben we ook al collabs, remixjes. Bijvoorbeeld Oreo is met Aishana, hebben we remix. Die clip gaan we schieten in Dubai. Die track met Boom Boom, Bones, remix met Tommy Lee Sparta. Dus, ik hou het even op de singles en een beetje vanuit de reactie van het volk, van de mensen die bepalen als we gaan selecteren voor een EP, vervolgens gaan selecteren voor een album. Dus dat is... Ja, weet je, naast je muziek sta je ook bekend als een groot ondernemer hier in Rotterdam. Hè? Je hebt kinderhuisjes, hoe noem je dat, kinderopvang, discotheek, clubs, autoverhuur, autobedrijven, autoverkoop. Wat voor ondernemer ben je eigenlijk? Wat doe je naast de muziek? Wat ik naast de muziek doe? Ja. Ja, we hebben mijn partner en ik, we hebben kinderdagverblijven. We hebben nu auto showroom. We doen luxe auto's verhuur. We doen de normale autoverhuur. We doen verhuisbusjes verhuur. Personenbussen verhuur. En we zijn ook bezig met wat digitale ondernemingen, zoals een car sharing. Bijvoorbeeld zo'n snapcar. Zoiets hebben we ook die we mee bezig zijn. We doen evenementen. Wat doen we allemaal nog meer? Heel veel. Ik pronk er niet vaak veel, dus ik vergeet soms bepaalde dingen op te noemen. Maar kortom, je hebt heel veel ondernemingen. Hoeveel ondernemingen heb je snel? 3, 4, 5, 6, 7, 8?
Hoeveel heb je al? Ik denk als ik het digitale meetel, dat we zitten op een 12. Wauw. Big business, multinational. Jawel. Hey, luister nou, ik ken jou niet echt. Ik ken jou via Cleon Gonsalves van Palu, van van Coroni, hè, parlementariër, jarenlang gezeten in het parlement in Suriname, in de Nationale Assemblée. En die zegt, ik moet je eens keer interviewen, ik moet eens keer praten met Maglond Gonsalves, artiest Lil Q, want die heeft grootste plannen voor Coroni. Wat zijn de plannen die je hebt voor Coroni bijvoorbeeld? We zijn bezig met het maken van schoolpakketten en we doen het echt op eigen houtje, dus we zijn misschien later, maar we gaan nu niet, omdat we echt willen helpen, gaan we nu niet gaan zitten zoeken naar wie mee wil doen of wie niet mee wil doen. Dus op eigen houtje doen we nu 500 complete schoolpakketten voor de scholen in Coroni. Dat is heel Coroni. Jawel. Mijn oom heeft laten weten dat de Coroniaanse scholen, de aantal studenten zit op 435 studenten. We hebben 500 schoolpakketten. Ik ben met mijn oom nog bezig te kijken als we... Ik heb voorgesteld dat wij in een van de schoollokalen een muziekopnamestudio willen inrichten. Voor de getalenteerde studenten of kinderen in Coroni. Die we op die manier kunnen bezighouden in de muziekbranche. Een beetje scouten daarin. We gaan een bakkerij oprichten in Coroni. We gaan een slagerij oprichten. Een beetje de plannen die mijn opa, Sifi Gonsalves en mijn oma, Violet Gonsalves Jardin de Ponte. De plannen die zij al zo'n beetje hadden ontwikkeld. Die hebben al jarenlang supermarkt gehad in Coroni. Die deden ook, die hadden ook een bakkerij. Die hadden paddypelfabriek, noem maar op. Ze deden de landbouw, veeteelt. Dus ik wil dat gewoon gaan voortzetten. Dus dat zijn zo'n beetje de plannen. En nog heel veel meer. Zoals ik zeg, ik ben geen pronker. Dus het is moeilijk te vertellen wat allemaal de plannen zijn wanneer iemand me plotseling vraagt. Ik ben meer een doener, sorry. Nou, het is, ik heb al gehoord, je bent echt een doener. En terwijl ik hier met jou praat, dit is Diaspora Live, dus we praten met de hele wereld, we hebben contact met de hele wereld. Ik heb nu contact gezocht met ex-parlementariër Cleo Gonsalves. En meneer Gonsalves, ben je daar? Jawel, ik ben er. Mm-hmm. Hoe kijkt u naar die plannen van Maglond Gonsalves? Kent u hem? Dat is een neefje van jou. Hij is artiest, hij heeft doorgebroken in Amerika en Jamaica en andere plaatsen. En hij wil iets terug doen voor Suriname, maar hij kiest nu voor Coroni. Hoe kijk je naar als parlementariër van Coroni al die jaren? Nou, en heel blij, enthousiast. Want om toch in het begin terug te gaan, ik had een vraaggesprek met u toen ik nog in het parlement was. Ja. En u confronteerde mij nog met een bijzondere vraag, dat ik niet echt veel heb kunnen doen voor Coroni in het parlement. Toen zei ik u, ja, als u eenmaal beland bent in de oppositiebanken, ja, dan kunt u echt niet veel doen voor uw district. Ja, maar we konden toch een weg vinden in de coalitie met de NDP. Ja, maar met één zetel, dan wordt er helemaal niet naar jou omgekeken. Toen nam mijn partij de stap om uit de coalitie te stappen. En dat was ook aanleiding voor mij, dat ik gezegd had dat ik een tweede termijn niet ambieerde, omdat ik andere plannen had. En ik zei u nog dat na DNA ga ik iets bijzonders doen voor Coroni. Dat hebt u gezegd, ja. Daar hou ik aan. U zou Coroni, buiten DNA, zou je meer voor Coroni gaan werken. Dat heb je mij gezegd. Ja, ik heb ja. het op band. En u, had u met uw neefje Maglond Lil Q afgesproken? Ik kom daarop. Oké, gaat u gaan, meneer Cleo. Ik kom daarop. Ja, daarmee ben ik bezig. Dus wat ik voor Coroni persoonlijk zou willen doen. Maar, twee weken terug kreeg ik een call. En wie had ik aan de lijn?
een neefje van me, Maglon. En hij zei me, ja, hij heeft een piek bereikt in zijn carrière. Dus en wil hij iets terug doen voor Coroni. En meneer Pinas, ik kan begrijpen dan, valt het gunstig, ja. En dat hij een bijdrage wil leveren en anderzijds, ik ook. En hij zei me, ik ben hier op school geweest en ik wil iets terug doen voor Coroni. Althans voor de scholen. En hij heeft me ermee belast om de 4 basisscholen te benaderen. Althans de schoolhoofden. En daarmee ben ik bezig om hun toch schoolpakketten te geven. Ik heb mijn werk gedaan. Ik ben nog in overleg met die dienst en schoolhoofden. En hij heeft me meer werk gegeven dat los van die pakketten, ik wil ook weten wat de scholen zelf nodig zullen hebben. En ja, je gaat geen dingen vragen en na een jaar zijn die dingen er niet. Maar we maken zo'n beetje op computers of wat die kinderen nodig zullen hebben. Of althans die leerkrachten. Dus het valt me goed dat wat hij wil doen. Want die boy heeft zijn geld verdiend met platenverkopen. Hij heeft singles uitgebracht. Hij heeft zoveel geld verdiend in Amerika en buiten Suriname. Dat hij denkt van hij wil al het geld in Suriname steken. Vooral in Coroni. Meneer Cleo, aan de Coroni woont dit ook. Zeraam elkaar drapen in die keer in deze. Nee, meneer Pinas. En telkens wanneer er een geste gedaan wordt, dan lijkt het alsof Coroni overgeslagen wordt. Maar thans hebben we deze jongeman die een warm hart draagt voor het district. Dus net wat ik u zei, water in mijn molen. Daarom en besteed ook mijn tijd aan zijn project. Ik weet dat het heel veel tijd van mij zal nemen om dit alles te realiseren. Maar ik doe het graag voor hem. Okay. Hey Maglon, hoe kijk je naar Coroni dan? Hoe vijf je vier of je hebt dus maar in Coroni, Maglon, artiest Lil Q? Hoe ik ernaar kijk is... Je weet dat ik meneer Cleo aan de lijn heb, hoor je hem ook? Je hoort hem? Ja. Hoe kan dat even een familie zonder niet bemoeien? Ik ga naar een antwoord morgen, Maglon. Ik kan dat niet omhoeien. Ja, voor mij is het een uitdaging, want in is leuk. Niemand kan nu een etentje doen niet. Maar morgen is er weer eten nodig. Dus dit moet blijvend zijn. Ik wil zeggen, we willen iets doen. Coroni is de verering wat verbindt gaat. Geld kunnen blijven genereren, zodat deze voorzieningen waar we mee gaan helpen, gewoon haakend zijn. Daarom zei straks of een bakkerij gaat die mensen aan het uitzetten. De dieren worden daar gekweekt, het groente, fruit wordt gebouwd. Dus je is mensen aan het werk en met die komsten wil ik alleen investeren elke de spullen die nodig zijn dat nu en de winsten naar bijvoorbeeld opnieuw deze als eerste Even. Mag nog je val weg, hè? Soms zijn aan je telefoon. Je hebt corona, je zit aan je telefoon voor jezelf, no? Want je valt weg. Het is niet omdat het op luidspreken. Ja, oké. Okay, ja, maar okay. Wat ik wil zeggen, je bent nu ik zou dit verstaan. Niet hebben voorgesteld als ik dit niet zelf elk jaar zou kunnen doen. Dus dit wat we nu gaan doen, is gewoon, we blijven het onderhouden en we blijven het herhalen elk jaar of wanneer het spoed nodig is. We praten nu om de scholen, omdat we, ja, kinderen gaan naar school, zitten in een leerproces, het lang dat tijd voorzien we en ook de leerkrachten nodige dingen. We hebben 30 computers gereed. 30 computers gaan naar corona. We hebben de 500 schoolpakketten en
Oké. Okay. Hey, maar meneer Cleo Gonçalves. Als je kijkt naar die scholen daar in Coroni, de gemeenschap, wat hebben ze nu nodig, dringend, acuut? Wat zou Marklon Lelkiu als artiest... Hij wil heel veel bijdragen aan Coroni. Hij denkt dat hij royalties verdient met zijn singeltjes in Europa en in Spotify en Deezer. Goed gedraaid, goed geboord. Hij wil het investeren in Coroni. Wat kan hij doen voor Coroni, meneer Gonçalves? Ja, kijk, ik heb hem ook zo'n beetje in een gebrekkig kunnen volgen. Zijn telefoon viel inderdaad weg. Maar aangezien we eerder gesproken hadden en de benadering met de schoolhoofden. Ja, een van ze, althans de grootste school, OS Totnes. Die dame, zij is een schoolhoofd. Migado, als je die wanneer was lees. Ja, een ombrastring is niet goed. Wanneer die kinderen laat komen, dat die borrel via een ombrastring, dan weet je niet precies wie en wie laat is. En soms tijdens de pauze, ja, lopen ze even weg naar de winkel, wat niet mag. Plafond is niet goed, dat is niet goed. En ik wil niet te diep in die mensen budget gaan kijken. Ja, hoewel hij over een bakkerij wil praten, over een slagerij. Maar ik wil die dingen gefaseerd voor hem doen. Ja, maar ja? Hebben jullie geen bakkerij en slagerij in Coroni dan? Wel, laat ik u zeggen, vandaar die zijn ambitie. Want mijn vader, zijn grootvader, wij hadden een bakkerij en een pelmolen. Oh, na familie toer je tak nou, meneer Cleo. Ja. Chago, al die rijst dat geconsumeerd wordt in Coroni, komt uit Nikkei en Paramaribo. Dat brood dat verorberd wordt, gebruikt wordt in Coroni, komt uit Paramaribo. En u weet, de Chinezen hebben een doorbraak gedaan, ja, alleen supermarkten in Coroni. En vandaar dat deze dingen zijn komen weg te vallen. Geen pijlmolen meer, geen bakkerij, geen slagerij, niets. En zo sukkelachtig probeert men nog een ijsfabriek hier staande te houden. Ja, dus ik erger me dood. En dit zijn ook de redenen dat ik ben tegen dat ik nog politiek op het in mijn bakken. Want het is een systeem dat mijn district totaal kapot gemaakt heeft. Maar ja, hij wil veel doen, maar ik wil hem niet belasten met dat alles wat die schoolhoofden van mij vragen. Het is het prille begin, met Kuluku gefaseerd zou ook aan Bijin doen. En wanneer we zien dat het gaat, dan komt mijn bijdrage ook erbij, want ik heb 4 jaren genoten, ja, in het parlement door Coroni. Dus gezamenlijk moeten we iets doen terug voor Coroni, ja. Meneer Cleo, mijn lukaboy rekening, Spotify, Nanga Deezer, die maakt 80.000 euro over die aboy. En aboy, dat kan we investeren aan mooi dat in Coroni. Aboy, loon nou? En kijk, wat komt je aan het bakken? En ik heb een DNA-vergadering tot laat in de ochtend gisteren gevolgd. Het ging over wijziging van de ontwerpwet en de gronduitgifte. Over conversie, grondconversie, noem maar op. Wat ik begrepen heb, de tegoeden van de ministeries worden gestort op het ministerie van Financiën. En wanneer onderwijs, zoals ik u die en tekortkomingen noemde zo even, schutting naar de omrassering naar de plafond, even dan. En wanneer ze en het beroep doen op financiën, dan is het een bureaucratie. Dat financiën geld terugstort voor onderwijs en zeg maar die andere ministeries. Dus thans wil alle ministerie hun eigen tegoeden innen. Ziet u dus, we kunnen ook wel eens de man die ze dan doen, hoor. Mm-hmm. Ja, we hebben een centrale overheid die voor deze dingen moet zorgen. Maar meneer Cleo, als 46 jaar, de mannen zorgen voor corona. Nou, dan zien corona boys, aan artiest, aan met money en muziek. Ja, maar gefaseerd, hoe moest doen, Sani? Hoe moest, en met als je de narigheid, want, mino, wat ik bepaalde, Sani, want... Meneer Cleo, is dat te maken? Je lafu. Wat te maken? Je tak alasan, dat bakadi, je tak boy in november. Nee.
Nee, toen ik naam te moest noemen wie met koffergeld geld naar Koroni kwam, met Takeng. De Maluku miso en Angabata Ai. Maar het was de naakte waarheid. Mijn bevrediging je veiligheid, Jere. Dus als je Takja naar een interview. Nee. Okay. Is dat waar waarheid van jou is, maar soms moet het gezegd worden, ja. Milo Fede, Milo Biomu. Om Cleo, met Taki Grand Tangi voor je tijd. En ik hoop dat alles goed komt. Nanga you, artiest neef, zang, de bereid voet. Doe alles wat hij verdient aan royalties. Nanga en muziek die koronie. Want I'm at Aptra business. I'm at auto showroom. I'm at opvang. I'm at omenzo. Dus a poco business I'm aan door die koronie. Van je vier rivatorie dat tot besluit kort. Nou, natuurlijk, van mij takken ik het stemmen goed. En samen met, en wat ik ook toe al is, zijn we samen bezig. Oké. Okay. Maar met Michenko mooi verder dan... Dat weet ik mooi verder. Hoe zou ik zelf opnames vinden. We gaan praten. Ik dank u wel voor uw tijd, want wie zat ik druk doen zo na die corona. Zijn jullie in corona nog, meneer Cleo? Ja, ik ben bezig met een project die ik ingediend had voor SAMAP. Zo'n project in de... Welk project is het? Waarmee bent u nu bezig? Zo'n project. Nou, en iets van SAMAP en wat houdt SAMAP in? Suriname Agriculture Marketing Agency. Landbouw naar de autoriteit. Ja. Okay. Het is de EU die en de landbouwers wil ondersteunen. Dus met Brokomi in de voer en zit naar... Ja, en een projectplan, een projectdossier. Om Cleo, ik heb ze me rekenen, ik ben niet lang uit de politiek, want ik heb een consensus met de politiek die corona. Je doet moro die voor die corona, no? Ja, toch wel. Grand tangi voor je ding, dan ga je toelichten. Meneer Cleo, oud parlementariër van de Palu in corona. Maglon Gonçalves, Leo Q, bent u daar? Hallo, idete. Ja. Je referent maar enthousiast in corona nu dus. Ja, en mijn oom zei... Hou die telefoon goed in de gaten, die telefoon, want we nemen alles op hier. Ik zet hem even op luidspreken. Ik zeg, mijn oom zei het goed. Je kan een beetje het wordt structuur. Is er. Dus... Alle handelingen die gevoerd zullen worden, zullen op advies van mijn... Van je oom komen, oom Cleon Gonçalves. Oké. Okay. Ja, hij zit daar. Mm-hmm. Hij zit daar, hij ziet wat er gebeurt, hij ziet wat er... Zal niet uit zijn advies gaan doen. Mm-hmm. Weet je, want je hebt mij gezegd, hè, van alles wat je verdiend hebt met Spotify, YouTube, deze platform, YouMusic, Oreo, Nanga de Bounce, dus met actie alles maar voor Arki de Music, voor downloaden music, voor playen op de playlist, al het geld investeer je in Suriname. Dat ik beloof me. Alle geld. Zijn je verdiend uit muziek? Het is nu corona en wanneer we daar goed zijn, het moet herhalend zijn, dus dan pakken we de... De locaties waar het nodig is. Dus zo stap op doen we het. Oké, Lil Q. Ik kijk uit naar die projecten van jou. Wanneer ben je zover? Of het eerste pakket Edoro Coronitak? Ai, want het is niet alleen gepraat. Iedereen zit nu in stelling Coroni te wachten op jou. Ik wist nou dat je vader bij de Biggie ondernemer drap in Coroni, jongen. Bakkerij. Samen bij Abmoro. Mijn opa. Opa, ja. No? Oh, nou, maar dat je ondernemersgeest. Heb je die ondernemersgeest van hem? Ja, ik denk het. Het zit gewoon in de bloedlijn. Zo'n beetje zelf familieleden die een vaste baan hebben, uh-huh, doen steeds een iets daarnaast. Het zit gewoon in ons bloed. Oké. En jij brengt het terug naar corona? Jawel, met de hulp van anderen. Hè. Als ik mijn oom daar niet heb, dan zou ik het ook niet kunnen doen. Maar concreet, je gaat nu de scholen helpen, dat is deze maand al, heb jij gezegd. Je hebt schooltassen, je hebt 500 pakketten klaar liggen voor de basisschool in corona 4, dat is meer dan genoeg. En dat na eerste wanzijde, wat is die volgende, die tweede? Het tweede is de scholen opnieuw, voorzien de leerkrachten, computers, dingen die nodig zijn. En sinds we bezig zijn met de school, graag de muziekstudio weer. Kijk hoe we daarmee kunnen omgaan om de kinderen bezig te houden. En daarna gaan we af naar de verdere projecten op advies van Boom. Zo
Waarom heb je zoveel liefde voor de jeugd, man? Het is moeilijk. Het is echt moeilijk te vertellen. Ik zeg altijd tegen de mens... Mijn actie moeilijk vraag, nou. Besparen. Nee. Natuurlijk is het moeilijk te beantwoorden, snap je? Meestal als je iets doet en het komt uit het hart... dan is het echt moeilijk om over te brengen. Maar ook als je kijkt in mijn dagelijkse vriendenkring... ik zeg altijd tegen mijn vrienden... doe je best, want als het alleen voor mij was, dan hoefde ik niet zoveel op te dingen. Maar omdat ik me druk maak en ieder moet, kan wij ook zoveel doen. Ja? En elk jaar kan ik mijn best doen alleen te ondersteunen. Mm. Het is ook goed als je de juiste ondernemingen op hebt, ook de omzet te draaien. Oké, dus je hebt vanaf nu de basisscholen, de 4 basisscholen in Coronie geadopteerd. Dus Jos Orgoed is Corona die compleet, dat bedoel ik met adoptie. Ja, ik was weer, is weer Je adopteerde nog? Opmerken om eerst te adopteren. Ja, want de scores zijn onder jouw vleugels toch? Je pokoe ewe kan naar Spotify, naar die, naar je grote poep. Dat kan je toch missen voor Coronie? Nee, dat sowieso, maar niet die adoptie. Je had dat bescheiden, hoor. Oké, je gaat die scholen steunen. Ik wil gewoon goed doen. Okay, ik hoef niet echt veel erkenning voor. Uh-huh. Ik wil gewoon goed doen en ik wil het blijven doen. Oké, okay. Dus eenmalig, je zegt het. Je zet jezelf weer problemen. Je zegt, je wil goed doen en blijven doen, dus het is niet eenmalig. Dus ja, gaan de mensen daar dingen van jou verwachten in Coronie? En is er jaarlijks. Die mensen kunnen op ons rekenen. Jaarlijks zullen we het herhalen. Dan moet je meer hits brengen. Voor de pokoe voor sponsor is maar toch? Bakaori, wat komt? If the hits no go, dan pakt een van die ondernemingen het wel op. Oké, dus daarna back in. Dus je hebt ondernemers. Je hebt ondernemingen en pokoe. Dus oké, dat weet ik het niet. Hé, hey, Mamilo, wat pokoe is persoonlijk, man? Dat mag, no? Ja, jij zit hier toch? Ik dank je voor je tijd, man, en je toelichting. Ik hoop dat ik met dit interview veel meer Surinamers en diaspora mensen over de steep heb getrokken die een district een warm hart toedragen, dat zij ook daar gaan investeren. Like Fayou, Lil Q, Maklon in Coronie al dingen doet voor Coronie. Hij gaat de basisscholen voorzien van schoolartikelen en schoolspullen. Daarna komt er een bakkerij waar kinderen gratis brood kunnen ophalen. Een slagerij, dat bij de adrein van opa Gonzalf is. En dat kleinzoon is, die denk ik morgen varen. En dat soort dingen. Dus het ziet er goed uit voor Coronie. Grand Tangi Maklon, laatste woord is aan jou. Je hebt daarvoor 30 seconden. Wat mee, Arki Oreo? Support. Die liedjes zijn er. Download. Als jullie ondersteunen, dan kunnen we ook meer doen. Oké. Okay. Grand Tangi. Iedere keer als je naar Oreo luistert via Spotify, gaat het geld naar Coronie Rekstreeks, naar sociale projecten in Coronie. Dus go download pokoe bij Spotify. Deze pokoe. Op Deezer. Er is een videoclip op YouTube. Stream it. En power Coronie op die manier. Dank aan Cleon Gonçalves, Jardin del Ponte. En Maklon, Jardin del Ponte. Ik je Lil Q, de artist. Nou, dat vind ik zo leuk. Die boy komt uit Coronie. Hij heeft wat centjes verdiend met deze single op Spotify. En op Deezer. En wat platform. En hij belde mij van jongens. Diaspora Talk, ik heb wat centjes verdiend met mijn single, maar ik ben eigenlijk geen artiest, ik ben een ondernemer. Dus ik wil het totaal budget, wat ik verdiend heb, doneren aan Suriname. Heb jij advies voor mij? Ik zeg, ik heb geen advies, maar wat wil je met het geld doen? Hij vroeg mij, moet ik het geld naar jou overmaken? Wie dacht nou? Niet naar mij, man. En toen vroeg ik, waar kom jij vandaan? Welk district van Suriname? Waar liggen jouw roots? Begin daar, begin klein en dan komt het goed. Oreo, Jerrycon en Lil Q. 1, 2, 3, 4. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden.
en entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk met Frans Pinas.